Oh, je hebt echt dat Ethiopië. Ah, dankjewel. Sowieso op hem. Yo mensen, welkom bij een nieuwe Among Us video. Dit keer met hele leuke mensen, waaronder kleine John. Dus veel kijkplezier. Wat gaan we zijn? Ik ben hyped. Hey, Atom is geliefd. Gaan we een nieuw potje starten? Bro, hey. Wat? Ik ben net imposter, man. Atom. Ja, en Silent heeft ik al ik weet echt niet wat gezegd. Er is gebeurd, bro. Ik ben engineer. Nee, man, waarom ben je geliefd? Ik was imposter met John. Oh mijn god, wel. Ik heb John, lieve bro. Je denkt niet aan content van bro, anderen, man. Dit was de beste set, man. Duo, ik en John was in niks. Hey boys, we zouden echt ruïneren, man. Ja, man. Het spijt me, maar het komt door Atom, bro. El Chatmo. Wat zijn we? Crewmate. Ik moest even een foto maken voor mijn Snapchat, mensen. Want ik ben actief op Snapchat. Ik heb elke dag wel bijna 100.000 kijkers. Heb je me nog niet op Snapchat? Voeg me toe. We gaan nu even gewoon spelen. We hebben nieuwe mensen die meedoen. Zelfs mijn collega-YouTuber, mijn Mattie. Kleine John. Hij doet zelfs mee. Ik weet niet of hij weet hoe dit spel werkt. Daar gaan we vandaag achter komen. Ik heb hem nog nooit dit spel echt zien spelen, naar mijn gevoel. Zo, en dan is meteen iemand dood. Hey boys. Dat was snel. Oh, wat zie ik? Ik zag Ozzy naar boven lopen. Iemand is gekillt. Waar is de kill? Waar is de kill? Wie is Diddy? Communications. Hij had Silent gekillt, hij wou naar boven komen. Communications? Dus jij hebt Ozzy van de body zien weglopen terwijl Silent dood is? Ja. Ozzy, wat heb je daarop te zeggen? Luister, ik kom van... Hij is het. Oh, je hebt echt dat Ethiopië. Ah, dankjewel. Sowieso op hem. Echt. Hij heeft al gestemd. Oké, maar ga door, story. Luister, ik ga van stories naar communications en opeens ik zie daar die Yasino met die silent dead body. Hij lacht te veel. Maar wacht even, Yasino, luister dan. Hij doet zijn verhaal, toch? Moet je hem even laten uitpraten, snap je? Dus Ozzy, vertel door. Ja, dat was het. Oké, maar luister dan. Dus Yasino zegt van oké, hij loopt van de body weg. Waarom heb jij die body dan niet gereport, maar Ozzy heeft de body gereport? Dus detective, Ivan. Kijk, weet je, dat was een goeie man. Ik wou hem gaan reporten, hij kwam snel naar beneden. Hij kwam weer terug. Hey boys, ik wil wel even één ding niet negeren. Wie was dat? ik wil even één ding niet negeren. Zeg maar, normaal levels en zo maak je niet uit, maar deze Yasino is level 30, hè boys. Die was mijn boek veel. Man doet dit als daily job. Hey, ik vind Ozzy zijn poppetje wel grappig. Ik denk Apology. The goat. Ik hoor je. Oké, maar Ozzy is het, boys. Nee, ik zeg eerlijk, ik vind Ozzy ook niet sterk komen. Het boeit hem zeg maar echt niet veel, zeg maar. Daarom maar Yasino heeft ook niet echt een goed punt. Hij is het. Kijk, ik kwam naar beneden, toch? Van Shields kwam ik daar naar beneden. Ik zag Ozzy silent killen. Hij wou naar boven gaan. Dus nu zeg je dat je hem lekker hebt gecashed, ja, bro. Nu lieg je. Je zegt net 10 seconden geleden, ik zag hem van de body aflopen. En nu zeg je, hij heeft hem gekillt. Ja, hij had hem gekillt. Maar als hij van de body afloopt, hoe heeft hij dan gereport? Waarom heb jij hem dan niet gereport? Hij was dichtbijer dan hij is in de psychose, bro. Hij is 30. Vertrouw mij. Lekker. Nee, wacht even. Oh, iedereen heeft toch gestemd. Shit. Wat wil je zeggen? Je bent een illegale. Ik wou zeggen van... Als Ozzy het echt niet is, dan wordt hij toch wel bozer en dan gaat hij zeggen van nee, niet op mij stemmen. Dus ik denk dat Ozzy het is. Dat je met Ozzy speelt, hè? Nee, dat is echt een gare redenering, hoor. Ja, hola. Waarom wil je die man zo graag eruit hebben, zeg maar? 2 seconden, ik wil trouwens niet dat we zweren tijdens zo'n mangas, dat is gewoon... Ja, maar niet iedereen moet zeg maar boos worden als hij eruit gaat. Ja, daarom, maar Ozzy moet wel gewoon een keertje eruit. Hey, Joshua, je hebt mijn kleur gestolen, ik ben roze. Ik Joshua. Hey, nee, is dit roze zijn? Bro, weet ik wat jouw kleur is? Hey, Blesco, ben je? Yes, Ozzy eruit. Yasino gaat er ook uit, man. Nee. Nee, je kwam echt heel zwak, bro. Nee, is echt zo. Nee, bro. Je miste voor open goal gewoon. Boys, trust me. Yasino, hè. Nou, dan gaan we gewoon verder met de taken. Ik vind het te grappig. John in Among Us, kijk zijn poppetje, broer. Weet hij wel wat hij doet? Ik weet echt niet of hij weet wat hij doet, maar hij doet wel leuk mee. Zeg je eerlijk. Downloaden. We spelen dus met John, hij is nieuw. Maurice. Joshua, Maurice is thumbnailmaker. Joshua is een van mijn editors. Die zijn nieuw. Yasino ken ik niet, dat is een kijker van NS. En Ozzy ken ik al van way back van mijn Discord. Hij is een trouwe kijker. En ja, dat zijn denk ik... Oh, Atom heeft hebben we wel vaker meegespeeld. Hoe dik? Ik ben blem, wat doe ik? Kabels zijn helemaal verkeerd gedaan. Geel bij geel, roze bij roze, rood bij rood.
Heb ik hier nog eentje? Zeker weten. En we moeten niet vergeten, we zijn met 12 man, dus er zijn 3 imposters. Oh. What's up? Ik heb echt iets heel, heel, heel belangrijks. Yasino, waarom ben jij 20 seconden in communications? Zeg maar helemaal daaronder. Hij ging, Nee, luister, kijk, hij ging die ding downloaden. Dus ik moest wachten. Uiteindelijk... Maar je was daar 20 seconden. Luister, je was jouw killcooldown aan het afwachten, vriend. Luister, je wou naar mij toe komen, dus ik ging even wachten. Daarna ging je weg, ging ik ook weg. Oh ja, dus ik weet wel wat jij bedoelt, Ivan. Ivan, ik weet wel wat jij bedoelt. Ja bro, ik liep van Shields toch? Toen zag ik hem communication inlopen, toch? Oké, die download door 10 seconden. Volgens ik heb nog empty shoot gedaan. Ik heb 3 rondjes storage gedaan. Toen liep ik daar terug, kom ik weer Yasino tegen. Maar die kwam mij net uit, snap je? Dus ik ben gelijk weg gaan rennen. Wie denk je dat hij aan het wachten was dan? Om te killen? Ja. Geen idee, dat is dus de vraag, zeg maar. Maar ik vind het wel verdacht, want ik zag ook Silence, een poppetje, precies rechts onderin liggen, precies in communications, en nu was hij daar weer, snap je? Dus het is misschien een soortige van een herhaald patroon die hij doet als imposter. Hij pakt mensen op één locatie en dan gaat ze daar killen. Ik zeg heel eerlijk bro, ik vind die emergency meeting niet zo sterk, man. Ik zeg heel eerlijk, communications is wel echt zo'n plek waar je eigenlijk nooit komt. Ja, ik zeg heel eerlijk, maar boys. Dat is wel slim. Hey, als je een task doet, dan gaat die balk toch live vooruit, of is dat niet meer zo? Nee, pas naar de meeting. Alleen tijdens de meeting. Nou, niet zo goed, toch? Je doet het alleen maar grappiger. Oh, John, je bent vervelend van Yusuf. Heb je Discord niet opgestaan? Ik weet niet dat hij was, bro. Maar gaan we weet je wat ik leuk vind? Gaan we squatten dit? We spelen met boeken mensen die we allemaal kennen. Kolen leuk. Ja. Ik zeg je eerlijk, dit was hem niet waard, man. Maar ik ga wel stemmen op Yasino, omdat hij gewoon... Zijn poppetje is niet zo mooi. Je bent blem, ouwe. Wow! Hij heeft gelijk. Wow! Ik zeg toch, dat is geen betere verdachte. Joshua, eet anders je microfoon op. No one was ejected, wat? No one was ejected, John wist niet wat dat was. Hij weet niet wat dat betekent. Hey, maar als... ik denk dat Ozzy wel echt geen poster was. Dat betekent dat er nog 2 zijn. John loopt toch grappig, jongen. Oh, maar John, hij weet wel waar die heen loopt. Oh mijn god, ik ga meteen naar die andere. Oké, die is ook gefixt, stop. Dan ga ik mijn upload fixen. Mijn lange taak. Ik heb net al gedownload. Nu ga ik uploaden. Perfect. Heerlijk. Oh, deuren gaan dicht bij admin. Ga ik dan gekilled worden? Ik denk het niet. Ivan staat op de... Oké, ik ga meteen mijn taak doen. Ga naar beneden. Aan de onderkant van storage. Oké, heerlijk. Elektra komt meteen in. NSBN'er. Oh, hem vertrouw ik niet. Atom, Joshua. Oké, niks gebeurt hier. Ik vind het wel leuk hoor, om met 12 man te spelen. Kijk wat er in security is. Ah, gewoon mijn taak. Iemand staat op camera's, dus hier kan sowieso niks gebeuren. Misschien een double kill alleen. Ga react erin. Nou, we zijn lekker bezig met taak hoor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Top, net op tijd. Oh, communications helemaal. Communications. Ik ga Electrocoin. Vertrouw het niet. Dubbelchecken. Lichten. Heel snel gefixt. Oh, heerlijk. Ik zal er niks aan die lichten uitzetten. Heerlijk. Deuren gaan dicht. Ja. NS. Is al klaar, NS. Bro, jij bent het. Bro, ik zag hem letterlijk gewoon steken, bro. De lichten jij bent op, het. Hé, hey, maar waar is die kill dan? Waar is die kill? Bro, lichten staan niet uit. Want ik zie... Waar is die kill? Ik heb NS net langs zien lopen. Cafetaria. NS kwam wel langs mij naar cafetaria. Bro, hij was het. Oké, wacht, 2 seconden. NS is nu in cafetaria namelijk. 2 seconden. Even voor duidelijkheid. NSBN'er heeft NS iemand zien killen. Waar heb je hem zien killen? Want je hebt hem zien slicen. Cafetaria. Oké, Joshua, waar heb je NS zien lopen? NS die liep van die schieting, die pauw liep naar cafetaria. Oké. Huh? Oké. Oké, mag ik niet van cafetaria? Ik moet zeggen waar ik sta. Ik sta in electrical. Iemand heeft mij zien vent in electrical. Nee, ik ben in electrical en ik heb niemand zien vent en ik heb de lichten meteen gefixt. Staat die shapeshifter aan? Voordat de lichten uit waren, man. Oké, in ieder geval, NS, BN'er, leg even uit waar de body is. Dan kunnen we mensen gaan kleren, want... Bro, bij cafetaria, zeg maar dat helemaal onderin. Zeg maar, je hebt net niet die gang in wanneer je naar admin wilt. Zeg maar. Ja, daar. Dat is bij die vent. Nee. Gewoon bij cafetaria, echt ik weet niet of daar een vent zit. Onderaan cafetaria, gewoon wanneer je net die gang in wou. Dat is bij admin, toch? Ja, daar.
Nee. Is die body echt gewoon... Bro, hij viel gewoon neer, bro. Hij slijst hem gewoon. Ja, dan is het 100% Ennis. Het kan niet anders. Nog een ding, nog een ding. Ik zag hem, hij zei 100%. Dat hij direct stond, maar daar was hij niet. Daar was hij niet. Shapeshifter aan. Als Shapeshifter aanstaat, dan ja. Nee, man, sorry. Nee, zeg gewoon jullie stemmen? Ja, ja, maar ja. Weet je, nee, bro. Boys, ik kan het aan zijn stem. Hoezo zeg je niet pas dat je de detective bent? Of engineer, weet ik veel. Omdat ik dat niet wil vertellen. Nee, maar Ennis. Dat het begin hoe jij de ronde begon. Dus volgens je zegt van... Ah, de licht is eruit. Hoe heb je mij gezien? Snap je? Die kaart werkt niet. Vervolgens zie je engineer. Ja. Wacht even. Ik denk Silent is engineer. Nee. Wat Silent is engineer? Maar hij is toch dood? Zeg toch bij het begin. Wat zei je? Je zegt toch bij het begin, ik kan venten. Ik ben engineer. Ik ga het toch niet nu pas zeggen? Mag ik dat gewoon nu zeggen als je... Nee. Silent is sowieso engineer, want hij is dood. En nu zegt hij... Bledsko stem. En ik zeg jullie heel eerlijk, alleen ik heb noobs in mijn team. Ik denk stiekem ook kleine John of zo, man. Nee. Kom correct, hè, broer. Ennis en Ozzy, dat gaat niet goed samen. Wie is de volgende? Wie is de laatste? Ha, ik hoef nog maar één taak, man. Gaan lichten nou uit? Ja, dan gaan we ze meteen fixen. Meteen op snelheid. Kijk. Speedy Gonzales. Bam. Deze en deze. Gefixt. Deze ene imposter gaat niet kunnen winnen van zoveel crewmates. Dat durf ik je met heel mijn hart te zeggen. Of het is Bledsko die me nu gaat killen. Nee. Ivan staat hier sowieso. Oh nee, dan ga ik wel kijken. Cafetaria, Electrocom, Med B. Ik ga even in Cafetaria kijken. Daarna loop ik door naar Med B. Maurice loopt hieruit. En er is niks. Oké, dan gaan we door naar... Oké, ik ga meteen wel die reactor fixen. Want op deze manier gaan we niet verliezen. Ik ga de bovenste reactor doen. Want admin doet iedereen altijd al. Kijk, die van admin is al gefixt. Die van een klein John rennen weg van hier. Ah, shit. Geflasht. Ik dacht dat die van admin was gefixt. Nou, die laatste imposter moet ze gewoon... Ik ga niet naar die drukke kanten. Volgens mij gaat hier een Bledsko echt me killen. Ik wist het. Hoe doen het al? Hey boys, ik heb een body gevonden. Hey boys, ik wil zeggen, het is 100% geen John. Ik ben heet en met John geweest. Ik heb mijn taak al gedaan. Ik zeg eerlijk, gewoon, ik moest een vermoeden hebben. Want Ennis heeft ons de tip achtergelaten. Hij zegt, ik ben met noobs, snap je? Noobs betekent beginnelingen. We hebben een paar beginnelingen, dat is kleine John. Ennis, Joshua en Maurice zijn allemaal level 1. En Bledsko? Bledsko ook. Ik heb net Ennis Lekking gecatcht. Hoezo zal ik hem... Ik noem gewoon de potentiële klant. Ik ben net de hele tijd met John geweest in Cafetaria. We hebben gewoon rondjes gelopen, want ik ben nog klaar met mijn taken. Dus ik heb 100% niet. Jullie hebben die kill niet gemaakt. Klopt. Want ik zag jullie bij O2 nog. Bledsko, ik heb een vraag voor jou. Wat deed je in communications? Hij is stil. Hij is stil. Ik heb trouwens de vitals. Dat hebben we nog niet verteld, maar dat heb ik wel. Oké, is die body vers? Weet ik niet. Voor mij wel, want ik keek erop en... Toen zag ik nog geen body, dus het moet al vers zijn. Bledsko, welke error heb je daar dat je niet reageert? Zijn lippen zijn zwaar. Oh, maar mag het uit, sorry. Hey, ik was bij die onderkant van die stoel. Van die onderkant van die kamer. Ja, maar daar is geen task, bro. Jawel, de onderkant, broer. Die groene bank. Nee, daar is geen... Bro. Jij kon die kamer binnenlopen en je ging gelijk weer weg. Ja, klopt. Ja. Maar luister, daar is geen task. Dat is een sabotage die je dan pas moet doen als de sabotage aan is. Maar die sabotage is niet geweest. En waar is die body? Die body heb ik gevonden onder Electrical, daar lag precies Chatmo. Sowieso, Joshua Kleine John kon het niet zijn, die stond in de cafetaria. En waar was jij? Ik was, even kijken, O2. Wat je tegen mij had. Ennis kan het ook niet zijn, want hij heeft dat ik Ennis net gewoon... Ja, daarom. Maar Ivan, denk na, bro. Want je zegt net over Bledsko. Hij zegt net, ik heb die task helemaal onderin communications. Daar is geen task, zeg jij, toch? Hij lult sowieso, broer, maar... Dan lult hij toch? Ja, oké, maar dat betekent niet dat hij deze kill heeft gemaakt, hoor. Maar ik vind Maurice ook stil. Die man praat niet. Ja, ik vind Maurice ook stil. Hij is gemoeid, nog. Hé, wat? Ik was security, bro. Ik was security. Ja, ik heb op de chemies gekeken. Nee, dat kan John nog bevestigen. Linksboven kwam ik John nog tegen. Klopt. Ik kwam linksboven tegen, maar ik weet niet wat hij daarna deed. Oh, op een moment, als ik die imposter was geweest, had ik John daar gepakt. Want daar Maar ik stond op security. Kom je op het laatst tegen? Oké, maar dat... Dus die body is onder Electrical, toch? Dus dan had je die hele linkerkant voor jezelf. Want waar was jij, Yasino? Maar is Ivan praten veel? Ik kan ook gewoon Ivan zijn, ik weet niet... Joshua, GG, man. Nee, luister, ik ga uitleggen. Ik ga je uitleggen. Luister, ik ga uitleggen. John is het niet, Maurice is het ook zo niet. Even die task niet, de andere bro. Stem op, Bledsko. Bledsko. Gaat hij eruit? Ik snap Ivan, dat is Ivan. Ik heb zomaar op Maurice gestemd. Hey, GG's, man. Ja!
hey Bletsko, waarom ben je zo stil? Slechtste imposter jij. Bro, ik heb deze game al kolo lang niet gespeeld. Ik heb niks meer. Dus als er staat ejected, is diegene te wel. Eruit. Nee, dan is die eruit. Eruit gestemd. Ik heb hem ernstig gesaved bij Electrical, hè. En dat wil je ook killen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze Among Us video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe video. Love. With me in my A to LA, on the run like I don't got in the state.